Welkom bij Les Nederlands. Nederlands werken we in de brugklas met de methode Nieuw Nederlands. En daarin komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals spelling, begrijpend lezen, grammatica. En dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen die jullie op de basisschool ook hebben. Maar bij het vak Nederlands gaan we nog een stapje verder. Gebruiken we bijvoorbeeld ook poëzie. En dan denk je misschien, poëzie, ik heb helemaal niks met gedichten, die vind ik helemaal niks aan. Maar je hebt meer met poëzie dan jij denkt. Want iedere dag luister je vast wel een liedje. En dat heeft allemaal met poëzie te maken. En dat gaan we je dan uitleggen in de les. We hebben ook het onderdeel fictie. En fictie wil zeggen dat je bijvoorbeeld een toets krijgt van een lang, kort verhaal. En daar worden vragen over beantwoord, over van wie is de hoofdpersoon, wat maken ze mee, hoe is de verhaallijn. En een ander belangrijk onderdeel daarvan is het lezen. Want daar zijn we echt fan van hier op school. Iedere week lezen we een deel van de les. Je mag je eigen boek meenemen, maar je mag ook het boek lenen uit de mediatheek. Een van de leerlingen die ik heb meegenomen is Noortje. En Noortje is in de brugklas en zij laat zien wat ze gedaan heeft met de boekopdracht. Ik heb de opdracht gehad van Nederlands van fictie. En dat was over een boek wat je hebt gemaakt en dat was dan een boekdoos. Dus dan pakte je eigenlijk allemaal belangrijke punten van het boek, deed je samen in de doos. Ik had dan het boek Hunger Games en daar pakte hij dan belangrijke spulletjes van. En dan maakte hij een samenvatting, zoals ik heb hier mijn samenvatting en heb ik 5 spulletjes. En dan heb je een belangrijk spulletje zoals een boog, want de hoofdpersoon in mijn boek gebruikt dat heel veel. Dus dan pak je eigenlijk de belangrijkste punten van een boek samen en dat stop je dan bij elkaar als een groot geheel. Graag zie ik jullie terug volgend jaar bij de Les Nederlands.